Dag Woody, hoe gaat het met jou? Heel goed. Hoe was jouw optreden daarnet? Crazy, was echt heel nice. Echt heel nice. Iedereen deed heel goed mee. En ik denk dat iedereen ervan... ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Was echt heel nice. Oké, je komt uit Sint-Niklaas. Dat is hier super dichtbij. Hoe voelt het om een thuismatch te spelen? Eindelijk. Fucking finally. Ik weet niet hoe lang geleden ik nog ergens dicht in de buurt heb gespeeld. En ik vond dat echt wel nice om gewoon... een soort van thuis te spelen eigenlijk, ja. Jouw single About the Dutch en Champion Sound zijn echt mega hits geworden. Hoe voelt het? Ja, op de radio, Studio Brussel, M&M. Hoe voelt het voor jou om jezelf op de radio te horen? Soms is dat echt wel raar. Want soms als wij rijden in de auto en ik hoor gewoon zo mijn liedje op de radio, en ik van holy shit, dat ben ik gewoon, snap je? En ik weet niet, dat geeft me echt wel een goed gevoel, omdat ik... ik ben dan toch iets goed aan het doen, snap jij? Dus voor mij is dat echt een heel goed gevoel eigenlijk. Ja. Echt wel nice. Ja. We kunnen eigenlijk stellen dat je als Belgische artiest een beetje een vaste waarde hebt verworven. En je krijgt ook steeds meer bekendheid, ook in het buitenland eigenlijk, Nederland en zo. Ben je van plan om Amerika te veroveren? Wauw, dat is not easy. Dat is zo'n groot land. Als dat gebeurt, dan zou dat echt heel nice zijn. Maar het is niet dat ik daarop zit te hopen, omdat dat gewoon zo groot is. But if it happens, cool. Echt heel cool, dat zou echt heel nice zijn. Echt zo een droom die uitkomt, maar ik zit daar niet op te hopen eigenlijk. En al uw communicatie verloopt een beetje in het Engels. Welke reden zit daar eigenlijk achter? I like speaking English. Als ik op stage ben, oh my god, that's my moment, snap je? Dus ik moet gewoon even Engels praten. Dus dat is wat ik overdroom sinds ik jongs af aan ben. En nu kan ik dat gewoon echt doen. Dat is, ik weet niet hoe nice. Allee, voor mij, ik weet niet. Ik zou het niet anders kunnen doen. Dat zou anders zijn. Dit is zo, ik weet niet. Dat is mijn dream. Daarmee dat ik dat doe, ja. Oké, en dan heb ik nog één vraagje. Wil jij uit onze bokaal, zijn vraag van Generation What, een vraagje trekken en die beantwoorden? Of course. Wow. Zou je gelukkig kunnen zijn zonder internet? Of course. Ik zei eerlijk, ik heb puur gewoon internet gewoon voor al die promen en al die gewoon met mensen te kunnen... met mensen die naar mijn muziek te luisteren om mee te kunnen... gewoon met mensen te kunnen praten en ook gewoon te zien wat er allemaal aan de hand is. Maar voor de rest... I don't really care about internet, ik weet niet. Dat is zo, mensen leven echt zo in een valse wereld op internet, vind ik, persoonlijk. Dus ja, ik zou daar zonder kunnen leven. Whatever. Plus ik post toch alleen maar domme foto's op Instagram en op Twitter en zo. Echt gewoon domme shit. But people like that, dus ja, it's whatever. Buddy smiles, how big is your penis?